Oh, spannend! We gaan een battle doen. Dus er staat ook hallo, zoals je ziet. Zit je opgesloten, dadelijk gaan jullie in een tijdmachine. Als je er levend uitkomt, kom je in het parcoursparadijs. Kan ik hem openmaken? Nee, dat kan nog niet. Oh, hij gaat al open. Oh, het is een wedstrijd. We moeten een parcoursje met z'n allen halen. Degene die als eerste wint en de meeste punten heeft verzameld, die krijgt de beste wapens, et cetera, et cetera, et cetera. Er staat ook Vincent, knopjesman, Rico. De knopjesman die doet niet mee, want Rico heeft last van zijn arm. Haha, dus we gaan lekker van je winnen. Nee, een grapje. En daarna gaan we dus nog een TNT run doen. Nou, degene die de meeste punten heeft, die wint. 3, 2, 1, beginnen maar! Ik wacht altijd gewoon netjes. Dit! Ik ook, goed gedaan. Nog één stap zetten en je bent... Wacht, even tot iedereen er is. Welkom bij deel 2 van de Free For All PvP Deadrun. Gemaakt door Mickey en Rico. Oh, er staat ook 0 punten. Oh, oké. Okay. Nou, Jacco, kom op, hè. Ik ken het hem niet. Wat is niet. Tjonge, jonge, jonge. 3 kwartier later. Nou, ik denk dat we de eerste level in mogen. Oké, okay, succes. Oh. Ja, nu ben ik terug in 1. Oh, dit is zo gemeen. Wat mooi dit. Ik zie je zo die skiproute invliegen. Oh, fantastisch. Nee, dit is echt gemeen. Oh, wat een drama. Ik vlieg er vlak overheen. Ah, waarschijnlijk ga je alsnog ons inhalen, dus zo erg is het ook. Oké, dit is stressend. Als je dit te snel wilt doen, dan ga je stressen. Ja, dit is super stressend. Oh, je moet ook helemaal van beneden weer naar boven. Ja. Ja, je moet dan helemaal... Nee! Oh, wat doe ik nou? Wat een drama. Damn it! Wie impuls ik weg? Heb ik iemand? Dat je helemaal opnieuw moet, is het pijnlijk. Dat is pijnlijk, hè? It hurts. Oh my god, dat doe ik nou stom. De groeten. Heb je hem? Oh, nice. Oh, deze moet 3 keer. Oh, wat een drama. Dat lukt me echt niet. Ik stoot ook gewoon mijn hoofd. Dat is vervelend als je daar je hoofd stoot. Ja, klopt. Dat is niet leuk. Dit is stom. Kom op. Perfect. Niet. Haha. Karim. Jij hebt hem gehad? Ja, ik heb hem gehad. Oké. Okay. Moeten we dan allemaal doorgaan? Ja, tuurlijk. Oh ja. Nee, oh, zo heb ik hem nu niet gehad. Nee, ik val de laatste impulsjump. Oh, moeten we dan skippen? Nee, tuurlijk niet. Ik ben nog helemaal niet zo ver. Ik heb het nog helemaal niet definitief gehad. Tot die tijd gingen jullie lekker worstelen daar. Ik heb de laatste impulsium gefaald. Dat vond ik jammer. Oh, wacht. Oh, ik ook. Ik kan niet lopen instant. Hè? Dat faalde ik. Ah. Okay. Oh, je valt na die tussenmuur. Ja, ik val na de tussenmuur. Nee, ik dacht dat jij in één keer daar naar de opening ging. Oh, nee. Nou, het lijkt me wel makkelijker, to be honest. Wow, ja, dit is heftig. Ja! Wow, dit is echt heftig, hé. Holy moly. Ja, ik heb hem helemaal gehad. Kom maar door met die punten! Punten, okay. Punten! Okay, knopjesman, geef mij punten! Oh! Rico kijkt. Ja, Rico. Hé joh, wat is dit nou? Hij heeft helemaal niks gedaan. Hoezo krijgt hij de 3? Omdat hij een zere arm heeft, krijgt hij bonuspunten. Die wordt vergeten, de 3. Ja, oké. Okay. 3, 2, 1. We gaan beginnen in 2. Ja, gaan we. Ja, doe maar. Volgens mij kan je hier overheen. Oh, heeft hij door? Lekker. Oh my god. Oeh. Niet! Wat is dit voor onzin? Wat is dit voor onzin? Dit is heel vies, dit. De mapmaker saboteert de boel. Hij zit rechts de opening. Helemaal rechts tegen de muur. Ja. Ik help jullie alvast eventjes. Ik was al... Ouch. Oké, ik ben er doorheen. De groeten. Ah, juist paraplu's. Oh, maar Rico was eerder. Nou, dan krijgt Rico hier voor zijn punt, hoor. Hij heeft ze verdiend. Ja, maar hij wist maar natuurlijk ook waar de opening zat. Oh, moet ik weer skippen? Heb ik alweer geen punten? Nou, voordeel van de twijfel dit keer. Ja. Voordeel van de twijfel. 3 punten voor de mapmaker, omdat hij met zijn arm zit. Nee, we hebben ook natuurlijk wel een beetje respect voor de mapmaker. Ja, precies. Iedereen is er snel ook voor. Yes, de eerste. Oké, 3, 2, 1, go. Oh, ze... Oh!
Eigenlijk echt eerder nu. Dit... Hij kan wel last van zijn arm hebben, maar hij speelt gewoon vals hoor. Ja, dat betekent niet dat je... Oh, ja, maar ik heb hem al ver gebeukt, maak je maar geen zorgen. Everything is fixed. Moet je niet omhoog? Ja, mag je doen, maar... Ik rijd door, ik ga mijn tijd er niet aan verspillen om omhoog te rijden. Ik heb mijn tijd er al aan verspild, sterker nog. Oh my god. Bye. Oh. Huh? Wat moet je... Huh? Het is leuk, joh, dit. Deze auto. Oh, dit is gewoon een grap! Dat huis. Ja. Wat? Niet. Schat, loop jij zo te fietsen daar? Ja. Oeh, ik ben wel eerder. Ja! Speed booster, nee. Bye! Damn it. Did it! Ik vergeet het echt mijn drift. Toen ik kon driften. Ah, goed gedaan. Oh nee, ik had gewoon dat even één punt kreeg. Ja, dat was leuker. Ik ook even. Gooi maar open, level 4. Daar gaan we, dames. Het Doolhof. Succes! Mapmaker telt hier nu niet mee, vind ik hoor. Nee, mapmaker telt hier niet mee. Ja, op de map maken wij deze route ook niet, dat iemand anders mee heeft ingericht. Dat kan ook. Nou, dan telt hij wel mee. Anders dus blijkbaar ook niet wat hij op de mapmaker wint, dan telt hij niet mee. Ja, inderdaad. Goeie. Oh, is toch een bovenverdieping? Niet. Dit vindt zij nog niet. Ah, je hebt gespoild. Hebben jullie al de weg naar boven gevonden? Ja, ja. Ja, door de mapmaker zeker. Nee, ik liep vooraan. Huh? En nu ben ik weer laag. Oh, ik ben nu bij een parcours. Oh, ze gingen deze kant op, Vincent. Oh, Jacco, we worden hier gewoon even gebeamboezeld. Ja. Gebeamboezeld? Hey, oh. Jongens. Man die was, Nee, moet ik de Doolhof opnieuw doen? Nee, ze is voor een ik heb gehaald. Zes, ja, jongen. Je had die kunnen krijgen. Level 6, hè? Huh? Nee, 5. Nee, level 5, ik wou niet zeggen. Level 5, als je nog leeft, krijg je... Ik kan niet eens naar binnen. Oh, ik kan wel naar binnen. Oh, je moet elkaar in de dinges doen. Oh, ja. Dat voort me niet uit voor de afdrukimpuls. Nee, top. Oh, fiets! Volgens mij leef ik als enige nog, of niet? Ja, want Jack was al. Lekker hoor, 3 puntjes, noteer ze maar vast! Au, joh! Oh, XXL speedrun, dit is spannend. Want je hebt één iemand die loopt vooraan en die triggert alle traps en de rest die ziet dan niks. Oké, nou daar gaan we. Ja, mag ik? Succes, ja hoor. Nou! Oh, heerlijk was dat. Jammer, Jacco. Jacco die dacht, yes, ik loop voorop. Iedereen wachten. Nope. jullie gaan nu allemaal dingen meemaken. En dan kan ik iets beter voorbereiden wat er gaat komen. Nou, zo heel spannend is het niet, kan ik je zeggen, Jacco. Weet je niet, misschien gaat er nog wat gebeuren als dat jullie afgaan. En dan win ik. Wie weet. Die kans is heel groot. Zo, dit is wel echt XXL. Als je dit straks helemaal weer opnieuw moet doen. Ja, ja dan moet je wel echt heel veel... Nee! Oh, hij gaat nog door. Nee! Ik ook af. Oh. Niet, wat zuur dit. Ja, nu zitten we allemaal los van elkaar. Ja, nu moeten we rennen. Nou, rennen ik hoop niet. Nee, jongens. Dat hoef je niet vergeten. Nou... Dit zijn 3 punten voor mij, dat voel ik wel weer aan. Dat voel ik wel ik weer aan. Ik hoop het voor je. Ik heb de 3 punten. Echt? Ja, ik heb lekker. Hem. Ja, ik zie heel goed de teller omhoog gaan. Oh, ik was er trouwens wel echt bijna volgens mij. Hij geeft Rico 0 punten, hè, jongens, eigenlijk. Ja, eigenlijk was die 3 punten dan voor Vincent in principe. Dus eigenlijk heeft Vincent officieel... Eigenlijk is Vincent 1, Eva 2, Jacco 3, Rico 0. Maar als puntentelling. Damn it. Maar Rico mag... Oh nee, het was best wel een hele lange deze, zeg. Ja, dus, ik heb hem natuurlijk in één keer gehaald. Nou, ik heb hem ook nog even gehaald. Nu is het eindbattle, hè? Minigame. Ah, ja, minigame, hè? Ja, nou... Oh! Oh, dat was al wat. Oh. Dat was al een deel. Oké, jongens, we doen, je mag niet stoppen en dan springen. Ja. Maar het gaat voor mij ook heel snel dit, voor mij is het ook niet echt mogelijk. Waarom hebben jullie snelheid? Waarom heeft Vincent snelheid? Mijn snelheid is ook weg. Oh, wat een drama. Mijn snelheid is weg. Oh, maar dat maakt niet uit, weet je, dat is des te nadeliger voor ons. Ja, jullie moeten dan sneller. Ja, jullie kunnen ook verdere jumps maken, dat is wel een voordeel. Ja, dat is het enige voordeel. Oh, fiet. Nee! Dat is het enige voordeel, voor de rest hebben wij geen voordeel hoor. Nee, wat doe ik? Oh, wat stom. Nee! Oh, wat stom dit.
Ja, ik heb geen speed meer trouwens. Ik loop nu ook gewoon. Please, zeg dat ik die one jump haal. Schat, nee, kijk achter je! Oh, ja, laat me schrikken! Oh nee, ik wou je juist helpen. Kijk hier boven mij! Ik wou je... Hier, kijk boven mij! Ja, maar... Ja. Ik gunde het je. En je kan niet one jumpen hier, want er zit plafonds boven je. Dus... Je kan, ik heb wel eens een one jump gehad, ergens. Oh, nee, maar ik ben af. Oh, wie dit? Wie won er? Oh, ik heb gewonnen. Was het Eva? Oh ja, nou, we konden. Ja, lekker. Wow. Oh, daar krijgen ze ook nog eens een keer 3 punten voor. Wat is dit voor onzin? Oh, nou, ik ben derde. Nee, ik ben laatste. Nee, de minigame winnaar kreeg een flopper. Oké, de eerste. Doe eerst nummer 1 even slaan. Geef nummer 1 maar even. Ga maar even voor een crouchje. Heel goed, dank u. Wie is nummer... Oh. Oh, ik ga nummer 3 dan. Oh, wat aardig. Ik ga nummer 3. Oh, zo. Oh my god, hallo. Kom maar, gooi maar open. En hoeveel kills moesten we nou maken? 15 of 20 was het. Oh, er begint al iemand te schieten, joh. Ja, Zo. Ja, van de andere kant. Potverdorie. Oké, ik ga dus geen hoogte meer zoeken. Vooral hoogte. Mensen die bij de spawn staan, mag je niet direct killen. Dat ben ik met je eens. Ik zag een cactus, je ziet me niet. Was dat een hunting rifle? Dat was een hunting rifle. Oh, lekker. Wapentje is dat dan, zeg. Oh, je snuift hem gewoon tijdens de sprong even. Ja. Hoe weet je dat? Ik zag het. Jammer. Ja, maar ik faal er echt al ontiegelijk mee. Ik ben nu naar Vincent te laten. Au. Huh? Ik ben nu naar jouw wapens, wat jij maar hebt. Ja. Waar is Vincent? Heeft iedereen een rocket launcher? Niet meer schieten op spam. Dat maakte de geluid als de... Ik weet niet of ik rocket launcher heb. Oh, hallo, ik spawn net! Als je schiet vanaf spam, mag het teruggeschoten worden. Oh ja, ik schoot een rocket op de map maken, want we stonden allebei al een tijdje bij spam. Ja, daarom. Als jullie daar gewoon... als je vliegt, mag je ook beschoten worden. Nee. Goeie regels. Auw! Oh. Zal ik gewoon inceneren, hè? Gewoon. Oh, wat? Hoezo ging die niet af? Je hit hem toch? Nee, bijna. Oh, ik hoorde al een... Lekker geluidje, Jacob. Dat is niet slim, mij opzoeken met een RPG, dat is vragen om problemen. Nou, ik heb mijn plekje denk ik wel gevonden hier. Ik vind het wel een lekker plekje. Het is niet altijd even goed om beste wapens te hebben, to be honest. Ik moet zeggen, Hunter Rifle is super OP. Heel blij voor je. Die zit daar boven op de toren. Fiets! Aha. Ik had direct naar mijn RPG moeten switchen. Ik zat de hele tijd om die plant, maar ik probeerde die de hele tijd hitten, maar het lukte me niet. Had je niet door dat elke kogels van links kwamen? Nee. Of van rechts? Nee, maar nu ben je wel de pineut en ik weet waar je zit. Oh, ik ben sowieso de pineut, want de man maakt je zien met een zo snelle shotgun en ik heb wel nog. Ouch. Hey schat. Rocketje. Oh, nu haal je me in mijn kills. Ik wil niet alle hoogste toren komen, maar voor mij is dat onmogelijk. Mezelf en de mapmaker. Telt ook toch? Hoeveel kills moest je hebben? 15. Ja, hey, we hebben de afspraak niet killen op spawn! Wat is dit? De mapmaker houdt zich niet aan zijn eigen regels. Wat een boef. Oh, het zijn trouwens 20 kills. Ik heb er al 4 van de 20. Vindt het even al 9? Oh, 10 kills. Ah, fiets. 11. Hey, die flopper heeft helemaal geen zin. Ja, een leuke flopper. Nee. Wat, ik heb hem niet. Pak de mapmaker, Vincent. Hij zit er ook in dat hokje. Ik heb hem al gehit met mijn rocket. Was goed. Eva heeft de mapmaker. En ik heb Eva. Piet. Echt, waarom heb ik nou een kwalloosje? En ik heb Jacco. Pannenkoek. Ik ben echt... Oh, en Eva heeft mij. Oh, vanaf span! Oh, ja, je mag toch spieten vanaf span? Ja hoor. Zie je, we zitten wel in die bosjes.
Zo. Ja. Zo, ik hoor Eva haar microfoon niet, maar ik hoor Eva wel schreeuwen. Je hebt gewonnen. Oh nee, wacht, 20. Ja, 20 zijn zin. Ik luister echt niet. Ah, hoe schiet ik alles mis? Alles gewoon. Wat? Ja, ik schiet tegen de plant aan. Maar heb jij dan de kill of heb je zelf destruct? Je hebt jezelf gekilled. Of wat? Nee, ik heb wel de kill volgens mij. Oh, ik zit op 17 al. Pas maar op. Die shotgun van de mapmaker is echt OP, dat hij zo snel kan schieten hoor. Heb ik niet. Ik moet tik, tik en hij kan gewoon tik, 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 tik. Zeg maar. Hey joh. Gaan we zo beginnen? Nou, alsjeblieft. Ik zal ze van opraad en innemen. Ik heb echt heel veel kills. Oh, Jacco, wat stond je daar goed? Nee, joh! Ik zat je te zoeken. Ja, ik dacht, het is jouw beginsplek. Dat heb je nu niet in de gaten. Beginsplek of beginplek? Hier, Jacco, alsjeblieft. Net als enigste, hè? Nee, enige. Het is enige. Goed zo. Hoppa. Chiki-ba-chiki-boom. Let's go. Gebruik support de creditcode Dutch Terms. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze nieuwe map van de kijker. En vond je het leuk? Druk dan even keihard op het duimpje omhoog. Gebruik support de creditcode Dutch Terms. Hopelijk zie ik jou bij de volgende Fortnite video. En mocht je nou ook zo'n toffe map hebben, net zoals deze, laat hem even achter op onze Discord. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Ciao.